Welkom bij de kerstspecial 2018 van FC Eindhoven. Vandaag ontvangen we verschillende gasten in ons spectaculaire kerstcafé. Dus kom maar mee. Oh, ik had er niet nodig, sorry. Oh, sterk, ik heb net gezien wat dat was. Bij welke Nederlandse club was trainer David Nascimento niet actief als speler? Goedemorgen Eindhoven supporters, Darren van de Buijs hier. Ik neem jullie vandaag mee voor een vlog. Wat ik zeker weet dat het heel veel eten wordt. Dus ik zal zeker met overgewicht terugkomen. Nou, hier in de studio heb ik bij mij Siebe van der Heijden en Elton Kabango. Heren, goedemiddag. Wij naderen het einde van de eerste helft van het seizoen. En we krijgen dan natuurlijk 2 weken rust. Zijn jullie daar ook echt aan toe? Ja, ik denk het wel. Ik voel het wel nu in de benen en ik heb het wel nodig in principe. We hebben niet de makkelijkste wedstrijden gehad. En het neemt veel energie, dus voor mij zal het zeker wel goed doen. Oké. Bij mij ook hetzelfde. Het is niet altijd makkelijk geweest, een paar zware wedstrijden gehad. Dus ik denk dat rust wel belangrijk is als voetballer. Dus ik ben zeker niet ongelukkig dat we rust gaan krijgen. Ja, klopt, kan ik begrijpen. Want vooral met onze speelstijl en aardig zware wedstrijden die wij hebben gehad, zijn we natuurlijk wel een beetje rust. En gaan jullie dan lekker wat doen met vrienden en familie? Ja, zeker. Je hebt natuurlijk kerstdag, je hebt nieuwjaarsavond, je hebt nieuwjaar. Dus ik denk dat er wel wat tijd is voor familie. En ik vind dat op zich niet erg. Je ziet je familie niet zoveel, denk ik. Ja, ik in principe niet. Dus ik heb er veel plezier aan. Oh, okay. Ook weer hetzelfde persoonlijk. Ik zie mijn familie niet zoveel. Dus kerst en nieuwjaar is het perfecte moment om mijn familie en vrienden samen te vieren. En een goed gevoel erbij hebben. En het jaar dan terug opnieuw te kunnen starten. Oké, en gaan jullie nog iets speciaals doen of specifieks met de familie? Een speciaal uitingje met de hele familie of een paar dagen weg? Of blijven jullie wel gewoon echt thuis in België met de familie? Ja, bij mij is het gewoon een traditie om bij familie thuis te gaan. Bij mij, mijn tante, komt iedereen gewoon van de familie. En gewoon wat eten en kletsen. Ja. En voor de rest cadeautjes uitdelen. En samen dan gewoon nieuwjaar vieren. Ja. Bij mij is het ook gewoon mijn familie thuis. En samen vieren, genieten van deze momenten. Oké, top. Veel plezier daarin natuurlijk. En jij hebt net cadeautjes. We hebben ook cadeautjes en gedichtjes hier in de studio. Ik heb een gedichtje hier voor jullie geschreven. Gedichtje? En die ga ik voor jullie oplezen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Okay, goed luisteren. Speciaal voor deze special heb ik een gedicht geschreven. Hopelijk gaan jullie er veel plezier aan beleven. We begonnen dit seizoen met een nieuwe ploeg. En direct hadden we een lastige start voor de boeg. Ondanks het harde werk en bij vlaag het goede spel, verloor FC Eindhoven zowel het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde duel. De blauw-witte verloren van Go Ahead en op Spangen, maar we lieten de koppen niet hangen. Bij Rode hadden we ons eerste punt. Op dat moment nog een enorme stunt. Siebe begon het seizoen vrij stabiel. Een speler die de fans goed beviel. De eerste overwinning kwam in Amsterdam, toen FCE de 3 punten mee naar Eindhoven nam. Ook scoorde Elton zijn eerste doelpunt van het seizoen. Die zou iedereen veel goeds doen. Een week later kwam ik opeens voorin en kopte zo de gelijkmaker tegen Twente erin. Bij NEC was daar Branko van de Bomen en konden we weer van de playoffs gaan dromen. Ondanks de passie en de strijd, volgde daarna een hele lastige tijd. De ene week verloren we van FC Den Bosch en daarna tegen het altijd lastige FC Os. Telstar thuis was een must-win, maar we pakten helaas al rood in het begin. Halverwege november mochten we naar de Schapenkop, die we met overtuiging wisten te kloppen. Hopelijk is dat onze ommekeer, want die wisselvalligheid willen wij niet meer. Op het programma stond daarna de derby. Die kattenmeppers legden we als team over de knie. De kopbal van onze Portugees, die Helmond naar de laatste plaats verwees. Het was het goed gevulde Jan Lauwerstadion, waardoor het team in de slotfase overwon.
Daarna werden er nog een aantal punten behaald, maar wordt de eindpositie pas komend jaar bepaald. Genoeg kansen om er nog iets van te maken en in de play-offs te geraken. De steun in het nieuwe jaar van onze fans, dat is onze grootste wens. Maar Kabangu en Van der Heijden, een presentje voor jullie wilde ik ook niet vermijden. Om de koude maanden te overleven, wil ik jullie dit cadeautje geven. Nou, jongens, ik heb voor jullie allebei een cadeau. Alsjeblieft. Dankjewel. En alsjeblieft. Dankjewel. Geniet ervan. En jullie mogen het direct openmaken als jullie willen. Leuk man. Dat is echt leuk man. Ja, ah, leuk. Top. Echt super. Ja, dankjewel. Geen dank, heren. Geen dank. Dankjewel man. Geen dank. Nou, dan gaan we even verder. Ik heb nog een paar vragen voor jullie. Jullie zijn nog niet van mij af. Oh, ik had er één nodig, sorry. Oh, sterk. Ik heb net gezien wat dat was. Ik had er echt eentje nodig. Oké, Elton. Ik had er echt serieus. En hebben jullie verder bijzondere wensen voor 2019 op sportief gebied en ook op andere gebieden, andere vlakken? Ik op sportief gebied hoop ik dit seizoen dat we op een mooie manier het de seizoen kunnen afsluiten. En ik denk een geslaagd seizoen is alleen maar als we play-offs halen, dus waarom niet dromen van play-offs en er alles aan voor doen om het te halen, denk ik. Ja. Ik denk vooral dan vooral een goede gezondheid. Dat ik zeker fit blijf en dat er geen erg blessures komen ofzo. Dus dat hoop ik wel. En voor de rest hoop ik ook dat we hoog eindigen en ja, dat we die play-offs halen. Mm-hmm. Dus ja, dat is een beetje het doel. Oké, heren bedankt. En Sibo, jouw twee Belgische voorgangers spelen nu allebei in de Eredivisie. Mm-hmm. En nu gaan we even kijken naar een video van Dario van der Buis. Goedemorgen Eindhoven supporters, Darren van der Buis hier. Ik neem jullie vandaag mee voor een vlog hoe het er hier aan toe gaat in Almelo. Ik zou zeggen goedemorgen en kom lekker meekijken. We gaan zo rijden naar de club. Het is 5 minuten rijden en dan zien we elkaar terug. Nu nog even wachten, want het heeft gevroren vannacht. We zijn aangekomen aan het stadion. Lekker naar binnen gaan. Voorbereiden op trainen, eten. Een bandje pakken. Dat is onze kleedkamer. Hier is mijn plekje. Zo, mooi plekje. Daar is jacuzzi. Fysioruimte. Douches, toilet. Allemaal goed voorzien. Is het materiaal, man? Martin, alles goed? Goedemorgen. Ja, alles goed, jongen. Het is een vlog voor FC Eindhoven. Dat weet je niet. Ja. Materiaal elke dag klaar ligt. Hier is mijn bakje. Dankjewel Martin. Alsjeblieft jongen. Topper. Topper. Hier ontbijten we. Maar zoals je ziet, geen mobiel. Dus ik ga jullie laten. Tot zo. Ik ga hier lekker ontbijten. Strijder. Toch even kijken. Hier is een zaaltje. Waar je kan opwarmen voor de training. Lekker ontspannen. Alle faciliteiten, een beetje kracht. Of een matje. Of wat oefening te doen. Fans, we zijn klaar met trainen. Goeie training. Net klaar. Nu lekker douchen en verzorgen. En dan gaan we even naar huis terug. Nu zijn we weer. Net klaar met douchen. Nu even lekker lunchen. Zoals je ziet, iedereen zit daar te lunchen. Geen mobiel hier dus. Ik zie jullie straks. Ik ga lekker lunchen. Vertrek op de club, boys, tot morgen. Vlog voor FC Eindhoven. Succes. Boys, rustig aan. Morgen. We zijn nu op weg naar Enschede. Gaan we even shoppen. Maar we hebben net mijn hond uitgelaten. Ik ben met deze man. Heb ik hier leren kennen in Almelo. Dus we gaan even shoppen. Kerstcadeautjes halen. We zijn hier in Enschede. Lekker kerstshoppers doen. Het is lekker fris. Maar ik hoop dat ik ze wel zal vinden. Mooie stad. Lekker groot. Mooi zo. Komt wel goed toch? Eindhoven fans, zoals je ziet. Lekker terug thuis. Bij de hond en het vrouwtje. Ik wens jullie een
prettige kerst toe en een gelukkig 2019. Veel overwinningen voor de supporters, de spelers natuurlijk ook. En dat jullie zoveel mogelijk punten mogen nemen. En ja, we zien elkaar snel. Ik kom snel een keer langs. En wie weet, ooit speel ik zeker nog een keer voor die mooie club in blauw-wit. Groetjes van hier uit Almelo. Het leven is hier super mooi trouwens. Moest je dat interesseren. En, het is heel leuk om te wonen. Heel gezellig, heel rustig wel. Maar heel leuk. Groetjes uit Almelo en we zien elkaar snel. Succes! Tot de volgende! Yo! Opnieuw naar de bar en zijn we nu bij de talenten van de jeugd. Die zijn aangesloten bij het eerste elftal. En wij gaan jullie vandaag een paar vragen stellen. Een klein quizje doen en een klein opdrachtje daarbij. Leuk. Laat ik beginnen met de eerste vraag. En dan begin ik bij jou, Joran. In 2018 mochten jullie debuut maken in het betaalde voetbal en sloten jullie aan bij de selectie. Hoe is de overstap van de jeugd naar het eerste elftal bevallen? Heel erg positief. Ik ben natuurlijk blij om naar het eerste te mogen, maar het is ook heel erg zwaar. Dus de overstap van fysiek is een grote verandering, zeg maar, van de jeugd naar het eerste. Maar ja, het is wel heel leuk, dus ik ben er heel erg blij mee. Oké, top om te horen. En Jay, wat vind jij ervan? Hoe is het bij jou gegaan? Ja, mij is het heel snel gegaan. Vorig jaar nog in de A, door ze naar het eerste. Meteen basisplek gekregen. Mm. En probeer nu gewoon zoveel mogelijk goede dingen te doen voor het team en zelf weer te ontwikkelen. Oké, klinkt top. En Niels, bij jou? Ja, ik wil toen al hebben gezegd, het enige wat ik nog kan zeggen is dat je nu ook hier iets meer belangrijk kan zijn. Wat je voorheen nog niet had, een beetje in de voorbereiding moest afwachten, is dat je dat nu wel kan zijn. Dat je iets meer belangrijk kan zijn voor het team. Oké, is goed, top. Want jullie hebben allebei nu een aantal wedstrijden gespeeld. Vooral Niels en Jay iets meer, Joran bij jou iets minder. Maar vinden jullie die overstap dan zeg maar ook echt in kwaliteit? Want eerst hadden jullie natuurlijk met school en de samenwerking en alles. Gaat het voorlopig alles nu wel vlekloos? Heb je wel echt je draai gevonden in het team? Ja, zeker. Ik zit natuurlijk nog steeds op school. Dus ja. Het is natuurlijk wel een lastige combinatie ook om de trainen te combineren met het voetballen. Ja. Met school ook erbij. Maar alles wordt goed geregeld, ook vanuit school en ook vanuit hier. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Oké, dat is dat om te horen. En Jay, bij jou? Ja. Ik heb nog even een tussenjaar genomen, maar ik denk dat we een heel goed team hebben. Mm-hmm. En we kunnen allemaal goed met elkaar overweg. Goede staf, goede spelersgroep. Ja. Oké, dus je hebt bewust een tussenjaar genomen om echt te focussen op voetbal en vanuit daar zeg maar gewoon echt je kansen pakken. Ja, een beetje mijn draai te vinden en dan kijken hoe het loopt aankomend jaar. Is goed, dus wat top uitgepakt om je toe zo te horen. En Niels, bij jou? Ja, ik heb schoolkutje op een lage pitch gezet. Ik dacht ook met meer focus op het voetbal. Mm-hmm. Dus het komt tot nu toe gaat goed. Dus, Ik ga zo wel meer oppakken. Oké, top jongens. Bedankt voor jullie antwoorden. Nu even kort over de quiz. Er loopt de tijd en jullie weten niet wanneer het precies tijd is. En er is een bal. Als je het antwoord goed hebt, mag je de bal doorgeven. En wie de bal in de handen heeft en de tijd is om, die krijgt een leuke opdracht van ons. Dus het wordt leuk, het wordt spannend. We gaan het zien. Oké, ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. Is goed, top. Laten we beginnen bij de eerste vraag. Welke clubs stonden in de Champions League finale van 2012? Real Madrid en Juventus. Helaas. Het is Chelsea en FC Bayern München. De volgende vraag. Bij welke Nederlandse club was trainer David Nascimento niet actief als speler? A. RKC Waalwijk. B. FC Utrecht. Of C. NEC Nijmegen. NEC Nijmegen. Dat is correct. Dat is een makkelijke vraag. Nu gaan we door naar Jay. Na hoeveel rode kaarten van een team wordt een wedstrijd gestaakt? Is het ongeveer? Vier. Oei! Vijf. Helaas. Je blijft de band nog vasthouden, Jay. Nout de Seel scoorde de meeste doelpunten in één wedstrijd in het eerste elftal van Eindhoven. Hoeveel doelpunten scoorde hij? A. 7. B. 8. Of C. 9. 7. Dat is correct. Je mag de bal doorgeven. Dankjewel. Zo, Niels, kom je aan de beurt? Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Wie is topscorer alle tijden? In het blauw-witte shirt. A. Nout van Meles. B. Jan Lauwers. Of C. Onze eigen Pascal Maas. A. Nout van Meles, ja. Dat is helemaal correct. Tuurlijk. Nou joh, dan zijn we weer. Oké, dan gaan we direct door, want het is een beetje een vraag die daarmee te maken heeft. Hoeveel doelpunten scoorde hij? A. 144. B. 163. Of C. 187. C. Dat is helaas fout. Het juiste antwoord is 163. Volgende vraag. Wie scoorde het eerste doelpunt in het uitduel tegen Jong Ajax?
Kwalificaties in Amsterdam won Ajax er slechts 1, weliswaar vorig seizoen, maar toch. Alvin Daniels. Dat is correct. Geef de bal maar door. Welke speler was vorig jaar topscorer van de eerste divisie? Mag niet. Correct. Geef de bal maar door. Dankjewel. Ik ga een foto van een oud speler van onze bijpakken, pakken. En jij mag raden wie dat is. Super. Wie is deze speler? Rushdi. Asante. Dat is helemaal correct. Je mag de bal doorgeven. Helemaal correct. Dat is Rushdi. Ja. Leuk kopje, hè? Hier heb ik deze foto. En een mooi duel met, van Marcelo Lopez. En de vraag is, waar is de bal? A, B of C? C. Dat is helaas fout. Juiste antwoord is antwoord A. We gaan even door naar de volgende vraag. Hoeveel gele kaarten pakte FC Eindhoven in totaal in de eerste periode? Je mag 10 seconden. 8, 7, pas, volgende. 6, 5. Oké, hoeveel Belgen zitten er in de selectie van FC Eindhoven? 4. Dat was zingen. Maar jongens, je hebt het goed gedaan. Maar helaas, met je mooie kerst. Goed speelbal, goed speelbal. Lekkere liedjes zingen. Nou Joran, helaas heb jij verloren. Maar als opdracht mag jij het FC Eindhoven lied zingen. Dus we zijn benieuwd. We zijn benieuwd. Oké. Olé, olé, voor FC Eindhoven zal winnen. Eindhoven zal zijn, en voor Eindhoven zullen ze vrezen op het voetbalterrein. Top, 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 top. Oké, heren, bedankt voor het meedoen en nu ga ik even door, want nu gaan we even kijken naar de mooiste doelpunt van 2018 en dan kunnen jullie kijkers via Facebook meestemmen op het mooiste doelpunt van het jaar. Rafa Kabangu. Dijkstra in de achtervolging, ja die moet gewoon passen. Kabangu moet het afmaken en doet dat. Hier is de voorsprong voor FC Eindhoven. Al in de 8e minuut. Hele goede actie van Elton Kabangu. Dijkstra is niet de allersnelste. En ook Del, de keeper van NEC, heeft hier geen antwoord op. Te bekomen van de schrik. Komt er ook een aanval op hoek. Kabangu kan die bal knap inhouden. Lieder onder andere voor het doel. Die loopt naar de eerste paal en dan is het raak. Ja, een echt spitse doelpunt. Zijn 50ste in het betaalde voetbal. Nummer 28 van dit seizoen. En kijk, als Mirani kijkt waar Lieder is, zet Lieder het op een lopen. Krijgt hier een gele kaart. Dat is Joris Kramer. Hier de vrijtrap. Oeh, dat is een hele mooie. Van den Bomen is de naam. Het is de tweede van het seizoen en... Eindhoven dringt aan. Van der Velde een heerlijke uithaalzet. Een prachtige gelijkmaker van Thibaut van der Velde. Ja, hij deed het vrijdag al met zijn linkerbeen. Krulde hij hem ook in de kruising. Doe dat nu eens dunnetjes over. Een heerlijke treffer. Ook weer open, Swinkels mee naar voren, ja waarom niet? Er is niks te verliezen meer bij die 1-0 achterstand. Blessuretijd en daar is Seedorf. En dus toch 1-1. Na Roda SC en Jong Ajax. Steun Eindhoven nu ook. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de studio. Hier bij mij heb ik Ruud, Alvin, Charney en Branko. Goedemiddag. We gaan vandaag, ik ga jullie wat vragen stellen eerst. Daarna gaan we een klein spelletje spelen. En natuurlijk kunnen we lekker een bekertje winnen. Ja, kijk. En nog een mooie FC Eindhoven muts. Nou, maar eerst. Mannen, het is bijna kerst. Wat is de planning? Wat gaan jullie doen met kerst? Voor mij is het nog niet duidelijk, maar ik denk dat het met familie wordt, vrienden. En wat ik zeker weet, dat het heel veel eten wordt.
Ik zal zeker met overgewicht terugkomen. maar ja, gelukkig gauw trainingskamp is trainen wel weer af. Kijk, zie je. Ja, ik kom hetzelfde. Veel met familie en vrienden. En gewoon lekker tijd doorbrengen met belangrijke mensen. Oké, top. Huisje? Ja. Huisje is bijna af. Dus ik ga er waarschijnlijk voor de kerst in. Dus. Oh, lekker. Okay. Nou, heren, we gaan door naar het spel. Wie ben ik? De regels luiden als volgt. Jullie spelen in teams, dus Ruud en Alvin tegen Branko en Chai. Ieder team krijgt 60 seconden om vragen te stellen aan het andere team. En daarna mag je een gok doen over wie of wat diegene is. En dan heb je het goed, dan krijg je een punt. En wie het zo snel mogelijk heeft geraden, die is natuurlijk de winnaar. En krijgt onze leuke, fijne beker. Laten we beginnen met Branko en Chai. Jullie beginnen met raden. En ja. Laten we maar even start gaan. 3, 2, 1, start. Is het een persoon? Ja. Is het een trainer of speler van ons team? Ja. Michael Laat? Nee. Unibad? Nee. Pascal Laat? Nee. Jongens, tijd loopt, blijf doorgaan. We zijn er bijna. Een speler? Ja. Ja. Aanvallen? Nee, nee. Sammy Boura? Nee, nee. Twijfel tussen aanval of middenveld. Marcelo, is het Marcelo? Nee, dat is toch een aanvaller, man? Is het een verdediger of een middenveld? Ja, beide. Beide? Ja. Jay Itzes? Nee. Charlie? Tijdloop, jongen. Ik gewoon Gwanda. Nee. Tijdloop, jongens. Elton? Nee. Het is geen aanvaller. Vijf. Ja, het is een middenvelder. Vier. Drie. Nee. Levan Jordania. Nee. Eén. Heren, helaas. De tijd is om. Eén finale. Maar stel eerst een vraag en doe daarna die gok. Anders... Wil je dat ze winnen? Nee, laat ze gewoon de grootste optie. Want ik weet dat ze het toch niet gaan halen. Doe maar één gokje nog. Augustin Loop. Nee. Nee. Helaas. Nou heren, helaas, jullie waren het dichtbij. Even het goede antwoord. Hoe is die agent? Helaas, voor de hand liggen. Oké, we gaan door naar het volgende team. Het is jullie beurt nu. Nou, jullie hebben gezien hoe het niet moet. Ja. Dus 3, 2, 1, start. Is het een voorwerp? Nee. Ben je een persoon? Ja. Speler of trainer van deze selectie? Nee. Voetballer? Nee. Een bekende Nederlander? Hier in het stadion wel. Hier in het stadion? Voor de rest niet. Leef je nog? Ja, nee, alsjeblieft. Ja. Moet ik al verlaten? Die druk wordt wel groot nu. Ken ik zo hier in het stadion. Supporter van Eindhoven? Ja. Ouder dan 50? Ja. Man of is het man? Ja. Ja, nee. Nee. Wat is dit dan? Het is geen man. Is de vrouw? Nee. Ja. Werk ze vijf zijn toch? Ja. Het is geen man of geen vrouw. Het is een persoon, maar het is geen man en geen vrouw. Dit is vrij apart. Ik wil zeggen, het is een dier. Heren, 60 seconden zijn geweest. Dus kom maar met het finale antwoord. Ik zei Woutje. Dat is correct. Nou, we gaan weer door naar Branko en Chani, poging nummer 2. We gaan starten in 3, 2, 1. Van Borbele. Jop. Dan mag ik gelijk alle vragen moeilijk. Ligt het in de stadion? Nee. Zit het op een shirt? Nee. Nee. Hebben we het aan tijdens de wedstrijd? Nee. Op de rug. Niet in het stadion. Wel in het stadion. Nee. Ik zal je helpen, soms. Soms? Soms. Ja, voor mij. Dit is scorebord. Dat is altijd in het stadion. Heeft het wel iets met Eindhoven te maken? Ook helemaal niet. Ja. Wel? Ja. Smaakt mijn lint. Met? Een lint. Nee.
Nou, heren, nog één finale gok. Want de tijd is om. Wat? Nee. Fuck off. Ik geef je nog 10 kansen. Café de Bal. Kun je de hele middag nog rijden. Ja. Kapot moeilijk. Nou, heren, helaas. Het juiste antwoord was? Een seizoenskaart. Die heb je niet nodig in het stadion. Tuurlijk heb je die wel nodig in het stadion. Kom wel eens binnen. Die heb je wel nodig. Je nodig. Maar ligt het hier in het stadion? Nee, het ligt hier niet. Ja. Klopt. Ruud, Alvin, jullie beurt. We gaan starten in 3, 2, 1. Ben je een persoon? Ben je een man? Ben je speler van deze selectie? Ben je trainer van deze selectie? Jurgen Brandt. Nee. 10 minuten. Michael. Nee. Pascal. Nee. David. Ja. Maar ja, maar kijk hoe makkelijk dat die wordt. Ja, ja. Ik vond het niet leuk. Nou, heren, gefeliciteerd. Oh, yes. Bij deze geef ik jullie een beker. De eerste beker van het seizoen. Dat mag velen mogen volgen. Ik kijk wel niet uit. En natuurlijk, voor de koude winterdagen, een muts. Alsjeblieft. Ja, nu het huis. Alsjeblieft. Dankjewel. Geniet ervan. Dankjewel. Jongens, bedankt voor het meedoen, helaas. En de prijs. Ik vind het wel beter. En jullie, gefeliciteerd. Thanks, man. Dit was de kerstspecial van 2018. Namens iedereen van FC Eindhoven wensen we jullie een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. En natuurlijk, vergeet niet de halve seizoenskaart te bestellen en kom een supporter in 2019. Bedankt.